Dit afgelopen schooljaar heb ik in Spanje gewoond. Het was het allerleukste, gekste, bizarste jaar van mijn leven. Ik heb zoveel meegemaakt en ik heb er vriendinnen voor het leven aan overgehouden. Maar één voor één zijn ze allemaal weer terug verhuisd naar hun eigen landen, naar Zwitserland, Engeland, Amerika. En mijn contract in Spanje was nog tot 15 juli. Dus nadat ze allemaal weggingen, was ik helemaal alleen over in Spanje, zonder familie, zonder vrienden. Dus in deze video ga ik jullie laten zien wat je kan doen als je alleen bent tijdens deze zomervakantie. Dus stel je bent een keer alleen thuis, je vrienden moeten werken of ze zijn op vakantie. Dan geeft deze video je hopelijk wat ideetjes voor wat je dan alleen kan doen. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hebben en veel plezier met kijken. Goedemorgen, welkom terug bij deze nieuwe video. Ik ben nu dus helemaal alleen in Sevilla. En in deze video ga ik je gewoon laten zien wat ik allemaal ga doen nu ik hier alleen ben. Dus ja, ik ga eerst eventjes een planning maken van wat dingen die ik wil gaan doen deze zomer en die ik nog moet gaan doen. Ik zat er vanochtend een beetje over na te denken van wat ga ik nou eigenlijk doen al deze dagen dat ik hier helemaal alleen in Sevilla ben. En toen dacht ik kan wel in mijn bed gaan liggen, niet zoveel uitvoeren. Maar daar ga ik me ook niet echt beter door voelen. Want ik voel me eigenlijk best al wel kut dat al mijn vrienden weg zijn. Daar ben ik eigenlijk al best wel verdrietig over. En als ik dan ook nog heel de dag niks ga doen en in deze kamer blijf, dan ga ik me ook niet echt beter voelen. Dus ik dacht, ik ga zo meteen gewoon naar de stad toe. In mijn eentje. Vroeger had ik dat sowieso niet gedaan. Want dan zou ik me best wel een beetje oncomfortabel voelen ofzo. Maar nu ik ook een jaar op mezelf heb gewoond, ben ik al best wel vaak gewoon alleen geweest. En eigenlijk vind ik het ook best wel chill om in mijn eentje naar de stad te gaan. Want je kan gewoon lekker naar alle winkels gaan waar jij zelf heen wil. En ik vind het ook best wel zonde van mijn tijd die ik hier nog heb. Als ik bijvoorbeeld niet naar de stad zou gaan, alleen maar omdat ik niemand heb om mee naar de stad te gaan. Dus weet je, ik ga gewoon lekker zelf en we gaan er gewoon een leuke dag van maken. Ik heb dit topje aan vandaag, die heb ik van China gekregen. We staan er toch nog een beetje bij vandaag. En ja, dan kunnen we nu echt gaan naar de stad. In Nederland zou ik echt nooit denken, oh laat me even 40 minuten naar de stad gaan lopen. Maar hier is het gewoon zo mooi, overal waar ik ben. Ik moet er alleen maar parken heen lopen en mooie dingen, Plaza de España. Overal daar moet ik langs lopen om naar de stad te gaan. Dus het is gewoon een hele mooie route. En het is gewoon zo lekker weer. En kijk. Ik ga dat gewoon zo erg missen als ik weer naar Nederland ga. Want ik hou gewoon echt van Sevilla. Ik ben nu in een van mijn favoriete winkels in Sevilla. Alles vind ik hier gewoon leuk. Ik wil eigenlijk echt alles kopen. Maar daar heb ik geen plek voor in mijn koffer. Maar ik moet gewoon een paar dingetjes kopen. Zoals een geurkaars hier. Ik had er een keertje eentje van Chiara gekregen. En die heb ik nu dus altijd gebrand hier in Sevilla. Dus die wil ik nu nog even kopen. Zodat ik hem mee kan nemen naar Nederland. Zodat ik altijd die geur van Sevilla toch nog bij me kan hebben. Oké, ik ben in het pashokje. Eigenlijk mocht ik echt geen kleren van mezelf kopen, want ik heb daar echt geen plek voor in mijn koffer en ik heb überhaupt geen geld meer voor. Maar toen zag ik dit rokje en ik vind het wel echt een heel erg leuk rokje. Ik heb daar nog één. Oké, één van de twee dingen mag ik kopen. Dat is toch cute. Ik wil hem wel halen. Oké, deze is ook wel leuk, maar hij is echt veel te groot voor mij eigenlijk. En er is geen kleinere maat meer, dus ik neem gewoon die andere. Ook al vond ik deze ook wel heel leuk hoor. Oké, dus ik ga alleen deze halen. Ik ben nu onderweg naar een restaurant. En ik ga daar dus nu helemaal in mijn eentje eten. Ik heb nog nooit in mijn eentje in een soort van restaurant gegeten. Dus dat vind ik nog best wel een beetje spannend of zo. Een beetje een dingetje. Maar
Ik heb honger en ik ben alleen. En ik ben nu toch hier in de stad. Dus kan ik net zo goed nu lekker eventjes wat lekkers gaan eten. Dus ik ga gewoon naar een van mijn lievelingsplekjes. En dan ga ik daar lekker eten. Oké, ik zit hier nu dus. Ik heb empanadas besteld. Ze zijn echt zo lekker. Ik had deze al vaker gehad met China. Maar ik zit hier nu dus alleen. Het is wel een beetje ongemakkelijk. Vooral omdat ik ook nog tegen een camera praat. Maar oké. Ik heb mijn journal meegenomen. Daar ben ik nu even aan het schrijven. Ik probeer niet echt op mijn telefoon te gaan. Want dan had ik net zo goed eten mee kunnen nemen naar huis. En het daar op kunnen eten. Ik zit hier nu dus lekker even te schrijven. Over alles wat ik heb meegemaakt hier in Sevilla. Ja, ook al is het al een beetje ongemakkelijk. Ben ik toch best wel trots dat ik hier nu toch gewoon zit. Dus cheers daarop. Ik ben even naar de rivier gelopen. En ik ga hier de zonsondergang kijken. Sofia die heeft 3 liedjes uitgebracht op Spotify. En die ben ik nu ook aan het luisteren. Het is gewoon zo leuk, want het lijkt net alsof ze van hierbij is. There are nights and bars that I recall. Your breath was courage laced with alcohol. You leaned in and said, make music with the chatter. Goedemorgen jongens, het is dag 2 van Shay alleen in Sevilla en ik heb echt een groot probleem. Ik wist dat dit ging gebeuren, maar het is nu toch echt de dag dat ik mijn koffers moet gaan inpakken om terug te gaan naar Nederland. En ik heb echt veel te veel kleren, echt veel te veel. Ik weet niet hoe ik dit allemaal mee ga nemen naar Nederland. Oké, ik ga nu 2 dingen doen. Als eerst mijn kledingkast helemaal uitzoeken. En gewoon de dingen die ik niet meer geweldig vind, moet ik dan hier gaan achterlaten. En als tweede ga ik nu een koffer kopen, een nieuwe koffer. Ik heb nu 2 grote koffers en 1 kleine. Maar het gaat gewoon echt niet passen. En ik vind het ook weer zonde om alles weg te gooien. Dus ik ga nu nog 1 extra koffer erbij kopen. Volviendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó. Oké, jongens. Ik heb mijn koffer. Dus nu ga ik gewoon al mijn kleding uitzoeken en sorteren. En deze ook inpakken. Hij is nu al vol. En dit is niet leeg. Jongens, oh my god. Oké, nee, ik heb echt een probleem. Kijk hoeveel kleren hier nog zijn. Dus zo zijn mijn koffers nu alleen maar vol met kleren. En het is niet, zeg maar, mijn kast is niet leeg. En ik moet natuurlijk ook nog gewoon al mijn spullen en zo inpakken. Gewoon al mijn niet-kleding. Weet je, het was wel weer genoeg voor vandaag. Het is super lekker weer buiten, dus ik ga lekker naar buiten. Naar mijn favoriete park, want ik ben hier echt helemaal klaar mee. Oké, laten we het even hebben over tijd alleen besteden, tijd met jezelf besteden. Want dat is natuurlijk ook een beetje waar deze video over gaat.
Ik denk zelf dat het heel erg belangrijk is om tijd met jezelf te besteden. Want als je dat doet, dan kom je er eigenlijk pas echt achter wat jouw interesses zijn en wat jij eigenlijk leuk vindt. En stel je gaat met een vriendin naar de stad en zij zegt, eeuw, ik haat de kleur groen of zo. En dan zie jij een t-shirt en die is groen en je denkt, oh my god, die is eigenlijk heel leuk. Maar dan koop je het toch niet, omdat die vriendin net tegen je zei dat ze groen heel lelijk vond. Nou ja, dat heb ik altijd. Ik ben best wel erg beïnvloed door de mensen met wie ik omga. Dus dan zou ik toch eerder dat shirt weer niet kopen, snap je? Terwijl als je met jezelf bent, dan kan je dus helemaal zelf weten wat je doet, zonder dat je wordt beïnvloed door iemand anders, door de meningen van iemand anders, door de kritiek van iemand anders. Je doet gewoon echt wat je zelf wil. En zo leer je jezelf dus echt heel erg goed kennen. En ik denk dat dat je ook echt een sterk persoon maakt en een onafhankelijk persoon. Dus ja, dat waren wat wijze woorden. Ik ben echt verslaafd aan Married at First Sight. Ik ben een beetje sentimenteel. Ik kan gewoon echt niet geloven dat mijn jaar in Spanje hier gewoon is afgelopen. Ik heb echt heel mijn leven hier opgebouwd. En ja, om dat gewoon allemaal hier achter te laten is best wel moeilijk en zo raar. Ja, echt moeilijker dan ik had verwacht eigenlijk. Dus ik heb mijn trui aangedaan die ik heb gekregen van Shaina. Ketting om die ik samen heb met Karis. Ik heb thee gemaakt die ik heb gekregen van Sophia. Popcorn wat ik altijd at met Chiara. En ook haar geurkaars die ik van haar heb gekregen. En ik heb mijn telefoon uitgezet, mijn laptop uitgezet. En ik ben gewoon heel blij dat ik hier nog een avondje alleen heb. Om gewoon even na te denken over alles wat er is gebeurd. Het was me echt een jaar, jongens. Maar goed, dit was ook meteen het einde van deze video. Mijn volgende video ga ik dus weer terug verhuizen naar Nederland. Dat wordt echt bizar. Maar ja, vergeet dus zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat niet wil missen. En vergeet zeker ook niet het duimpje omhoog te doen op deze video. Want daar help ik me heel erg mee. Dus als je dat zou willen doen, dankjewel. En dan wil ik je ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!